Oké, hartelijk welkom bij dit nieuwe uur betreffende het boek der boeken in het Nederlands. We hebben de vorige keer gesproken over de externe bewijzen betreffende de superioriteit van de Heilige Schrift. En dat is in het Nederlands de Statenbijbel, 1637, zoals uitgegeven door de GBS. En we hebben gesproken over de interne bewijzen van de superioriteit van de Heilige Schrift. We hebben gesproken over de canoniciteit van de Bijbel en wat de Bijbel over zichzelf zegt. En vandaag willen we spreken over de symbolen van de Bijbel. Nu, als we het over de Bijbel hebben, hebben we het over een boek in het Oude Testament bewaard en gegeven aan de Joden en door de Joden, speciaal de Levitische priesterschap en in de stam van Levi. En het Nieuwe Testament is het dan door de Griekse kerk. En als we het even bekijken, zal ik proberen wat omhoog te doen, dan zien we hier Israël en Antiochië. Hier tegenwoordig in Turkije, dat is een plaats in Azië, waar de eerste navolgers van Jezus Christus discipelen werden genoemd, in Handelingen hoofdstuk 11 vers 26. En die Griekse kerk heeft eigenlijk het woord van God bewaard, zou je kunnen zeggen, de laatste 2000 jaar. En tot 1453 was dat eigenlijk het gebied van het Oost-Romeinse Rijk, waar de schrift bewaard werd. En toen dat viel door de Turken, de moslims, zijn die wetenschappers en manuscripten over de Balkan naar Europa gekomen. Nou, in die tijd daarvoor, dus de eerste 1400 jaar, na de opstanding van Jezus Christus, was er wel degelijk een bijbelgelovige over het overblijfsel van christenen. Die waren daar onder andere de Bulgaren en de Bogomielen en de Kataren, de Albigenzen, de Waldenzen en dergelijke. Die waren wel aanwezig, maar ze waren in een grote minderheid, als ook de Bijbels in een grote minderheid. En toen die meerheidstekst, die Byzantijnse tekst van de Griekse kerk, meekwam over de Balkan, door de Griekse geleerden die vluchten uit het Oost-Romeinse Rijk naar Duitsland, Zwitserland, Noordwest-Europa, Nederland, Engeland. Toen was daar onder andere Erasmus, die uit Nederland die Griekse manuscripten samenstelde tot een eerste Nieuw Testament in 1516. Dat werd uitgegeven in Basel door Froben. En dat heeft Luther dan gebruikt bij zijn tweede druk van het Nieuwe Testament in de Wartburg. En heeft dan in 11 weken dat vertaald. En later is het dan vertaald in het Nederlands, onder andere door Liesveld in Antwerpen. Wat hem uiteindelijk ook zijn hoofd heeft gekost. En de voorlopers van de Statenbijbel, zoals de Miep van de Geilandbijbel, de Deuze-Bijbel, de Biskensbijbel, die in Dordrecht, maar vooral hier in het Duitstalige gebied werden gedrukt, in Emden, waar men naartoe moest vluchten als gereformeerde en baptist, vanwege de Roomse Inquisitie door de Jezuïeten verordend en uitgevoerd door Spanje. En in 1618 werd er in Dordrecht ten tijde van de 80-jarige oorlog een synode georganiseerd. En uiteindelijk is in 1637 de Nederlandse Statenbijbel tot stand gekomen. En zoals Bogerman, de voorzitter van de Statenbijbelcomité, toen ook zei, eindelijk kon Nederland God in het Nederlands horen spreken. Dat is ook onze positie, dat Gods adem, Gods geest, is gelegd op de Nederlandse tekst van de Statenbijbel. Dat onder andere bewezen wordt door de geestelijke vruchten van dit boek, de reformatie, de nadere reformatie, het Revij, de zendingsbeweging, de bijbelgenootschappen, alle grote Nederlandse predikanten en zendelingen, zijn begonnen met een Statenbijbel. Zelfs Anne van der Bijl van Open Doors kwam tot geloof door het lezen van de Statenbijbel. Hoewel zijn organisatie Open Doors heden ten dagen die tekst aan de kant heeft geschoven. En de reformatietekst heeft ingeruild voor een minderheidstekst op grond van 1% van de manuscripten uit Rome en uit Alexandrië, Egypte. Waar onder andere 2000 woorden niet aanwezig zijn in het Nieuwe Testament. En dat is helaas dus trieste toestand in de laatste dagen, dat zelfs zulke diensten een tekst nemen die gelijk is aan de grondtekst van een nieuwe wereldvertaling van de Jehovah-getuigen, als ook een katholieke Willibrord-vertaling. We spreken dus over de tekst die
via het Griekse Oost-Romeinse Rijk over de Balkan. Bewaard bleef de onder andere de kleine groep in de donkere middeleeuwen. Zoals de Waldense Albigensen naar Nederland, naar Noordwest-Europa is gekomen. En uiteindelijk daar vertaald is geworden door Nederlanders in het Nederlands. En daar de laatste 350 plus jaar, 75 jaar en nog wat een zegen is geweest voor dit land. En navenant, nu dit boek meer en meer aan de kant wordt geschoven in het kerkelijke, familie en ook in het openbaar leven, zien we ook dat er meer chaos komt. En ook daarvan kunnen we de vruchten zien. Het verlies van soevereiniteit in Nederland, het opkomen van de criminaliteit en de immoraliteit. Dat zijn gevolgen dat God, verbonden met zijn woorden, uit de gedachten en de harten van het Nederlandse volk wordt geduwd. En het moet ook zo zijn naar wat de schrift zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 3 en vers 4. Laten we dat even bekijken. En daarna verder gaan met de symbolen van de Heilige Schrift, de Statenbijbel, zoals God dat zelf aangeeft in dit boek. In 2 Timotheus hoofdstuk 4, de laatste brief die Paulus heeft geschreven, voordat hij onthoofd werd onder de Pontifex Maximus van Rome, keizer Nero, heden te dagen wordt die positie ingenomen door de paus, lezen we vers 2 van 2 Timotheus hoofdstuk 4. Predik het woord, houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, 2016, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Wat voor fabelen? De HSV, de NBV, elk van de vijf voorhoeven bijbels, de Groot Nieuws voor U, een Willibrord, een Regine Willibrord, een Canisius Bijbel, een Obing Bijbel, een Brouwer Bijbel, een Goed Nieuws of een Slecht Nieuws voor U. Dat zijn fabelen. Hun oor wordt van de waarheid afgewend. En Jezus Christus definieert en zelf in Johannes 17, vers 17, als hij zegt, uw woord is de waarheid. En er zijn in de laatste dagen veel leraars, geen predikanten meer, die tegen de zonde prediken en Jezus Christus grootmaken, maar leraars en die tikkelen of ja, het gehoor van hun publiek. Het schoonsprekende woorden. Wel, met andere woorden, de afval moet daar zijn de laatste dagen. Elke bedeling, elke huishouding van God in de tijd eindigt altijd met afval. Nooit met een opwekking, zoals men heden ten dagen vals en verkeerd interpreteert. Elke periode eindigt met afval. Of het nu in de Hof van Eden is, waar Adam uitgegooid werd, of toen God opnieuw begon met een Abel, een Seth. Het eindigde met de zondvloed. Hij begon met Noah opnieuw. En het ging slecht, snel mis. Hij roept uiteindelijk Abraham uit Ur del Chaldee. En ze eindigen de nakomeling van Abraham, Isaac en Jacob in Egypte. Vervolgens komen ze terug in het land. En ze eindigen in Babylon en in Assyrië. Uiteindelijk zijn er twee stammen nog over de tijden van Jezus Christus. En die twee stammen die kruisigen dan de lang verwachte Messias. En in de laatste dagen, wat leren wij van deze geschiedenis? Slechts één zaak, zegt, heeft iemand wel eens gezegd, de mensen die het niets van de geschiedenis, is er vandaar gedwongen die opnieuw te herhalen, dat in de laatste dagen de christenen hetzelfde doen en de schrift, wat God door zijn vruchten heeft bewezen, zegen te zijn, afwijzen, aan de kant schuiven en daarvoor in de plaats de nieuwe Bijbels uit Rome en Egypte plaatsen. Want nu willen we deze tijd gebruiken om onder andere een aantal symbolen van de Bijbel te bespreken. Ik moet daarnaast nog zeggen dat de plaatsen waar deze afval begint, zijn altijd de hogere instituties van hogere leer. Ook dat wordt in de schrift aangegeven in 1 Timotheus hoofdstuk 6 vers 20. Daar lezen we, O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Het is valselijk genaamde wetenschap die zich tegenstelt en de schrift, het boek met Gods adem erop, bewezen door de vervulde profetieën, die geen enkel ander historisch boek te vinden zijn, omdat het is een geschiedenisboek, deze Bijbel, kapot maakt. En het woord wetenschap wordt daarom in de nieuwe Bijbels veranderd in kennis.
Dan zeggen ze, het Grieks betekent gewoon zoals kennis. Maar de Statenbijbel heeft iets als een voortschrijdende openbaring, het woord wetenschap daar neergezet, als een verwijs in de laatste dagen waar de afval begint. De valselijk genaamde wetenschap in de Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, de VU, Universiteit Utrecht, Theologische Protestante Universiteit in Amsterdam, Apeldoorn en Kampen. Afgezien natuurlijk van de Katholieke Universiteit in Tilburg, die hebben het nooit goed gehad. Als ook de Christelijke Hogeschool in Ede en ik dacht ook de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle, die heeft de Statenbijbel als uiteindelijk geschreven gezag afgewezen. Dan zijn er ook heel veel bijbelscholen in Nederland, die in Veenendaal, Master's Commission Amsterdam, School for Harvest, Jeugd met een Opdracht, Global Mission School of Europe, Foundation for Life, Bijbelschool, C7, De Wittenberg, HQ School, De Catapult, Royal Mission School, Cornerstone College, Kingdom Life College, EH Basisjaar van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, Christ Formation, Gares Bijbel College, Nederland Actionjaar, Youth for Christ. Geen van deze instituties of opleidingen neemt dit boek als het uiteindelijk geschreven gezag. Nogmaals, dat toont alleen de afval aan in de laatste dagen. We willen nu een aantal symbolen van de Bijbel bespreken. En de reden dat we dat doen is dat je eigenlijk een soort overlevingspakket hebt, als we al deze symbolen beschrijven, die noodzakelijk is om geestelijk te overleven in de laatste dagen. Dat is verbonden met dit boek, de Statenbijbel. Ten eerste is de Bijbel een zwaard. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 4, vers 12. Het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der zielen des geestes en de samenvoegselen en des mers en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En het gaat verder dat dit boek als het ware als een persoon wordt beschreven in vers 13 en er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Wie is die hem? Het woord van God. Een boek. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen voor met welke wij te doen hebben. Het boek heeft ogen. Het boek ziet u aan en dat is ook de reden als iemand niet recht doet en zonde in zijn leven heeft en niet graag het woord van God opendoet. Ten tweede wordt de Bijbel beschreven als een vuur in Jeremia hoofdstuk 23, vers 29. We lezen, is mijn woord niet al zoals een vuur, spreekt de Heer, en als een hamer die aan een steenrot de morzel slaat? Je hebt vuur nodig op een onbewoond eiland om te overleven. Vuur is een van de basisbeginselen van een beschaving. En het wordt ook hier een hamer genoemd. Als u iets wilt bouwen, is een hamer bijzonder praktisch en belangrijk. En dat is wat het woord van God is. Het is een hamer, het is een vuur, als ook een zwaard om u te verdedigen. Daarna wordt het ook beschreven als een zaad. Als, zoals de pelgrimvaders vanuit de oude naar de nieuwe wereld kwamen, hadden ze zaad nodig om een oogst te creëren. En dat is wat het woord van God ook wordt mee vergeleken. Een zaad wat opkomt in het hart van een mens tot het eeuwige leven brengt. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 23. Zegt de schrift. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het leven en eeuwig blijvende woord van God. Nou, heden ten dag hebben we veel gemodificeerde zaden, die niet gezonde voeding brengen, zoals dat 500 jaar geleden het geval was. Er zit maar veel minder mineralen en vitamine in een huidige groente of appels en peren en dergelijke als 50 of 100 jaar geleden, omdat de zaden worden gemodificeerd. Dus precies hetzelfde met de Bijbels. Er zal echt geen opwekking komen, tenzij dat de christenen teruggaan tot de Statenbijbeltekst. Die geloven, die prediken en dat woord heiligt. Het woord van God is als een zaad. En dat zal uiteindelijk ook vrucht geven en eeuwige leven, kan zielen redden. Daarna wordt de Bijbel ook beschreven als een spiegel. Bijzonder belangrijk voor de dames. En dat is misschien ook even een reden waarom veel mensen de Bijbel niet meer zo graag lezen. Want dit boek vertelt je precies wat er in je hart is en wit er geen doekjes omheen. Dat is de kracht van de Statenbijbel. Nu Bijbels maken van duivelen, demonen, van hel, dodenrijk of hades, van navolgers, imitators. De God dat Jezus wordt eruit gehaald, het bloed wordt eruit gehaald.
Ja, dat zijn dingen die het vlees op deze wereld niet bevalt. Het zijn wereldsgezinde bijbels. In Jacobus hoofdstuk 1 lezen we vanaf vers 22. En zijn de daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggedaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet, die de vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijt, maar een dader des werks. Deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Met andere woorden, de Bijbel is een spiegel die uw eigen hart laat zien. Het is negatief. Daarom, tenminste, de Statenbijbels zijn zwart. De moderne Bijbels hebben allemaal mooie opbeurende kleurtjes. Van rood tot geel tot oranje. Maar dit is een zwart boek, het toont de dood aan. Het heeft meestal 5 of 7 van deze zegels. Verwijs naar de 7 zegels in Openbaring hoofdstuk 6. En het heeft een gouddruk aan de kant hier. Een beeld van de Godheid van Jezus Christus. En sommige Bijbels, deze een beetje verkleurd, maar die hebben dan nog een rode rand. Een verwijs naar het bloed van Jezus Christus. De reinigende kracht van het bloed, het zwart van de dood en het goud staat voor de goddelijkheid van Jezus Christus. Dan is de schrift ook een lamp. In Psalm 119 lezen we in vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Als u daar op een onbewoond eiland komt, dan heeft u licht nodig. Dan moet u te weten in het duisternis waar u naartoe moet gaan. Of als er misschien in de nacht wilde dieren komen, is een vuur of een licht of een lamp bijzonder belangrijk om te weten waar de vijand vandaan komt of om wilde dieren weg te houden. En de Heer geeft altijd net zoveel licht voor de volgende stap als dat u nodig heeft. En wat daarna komt, is na die volgende stap. De moderne Bijbels hebben het licht uitgeblust. Daarom is er ook geen opwekking meer in Nederland. Sinds meer dan 100 jaar. Het laatste was het Revij in de 19e eeuw. En werd kapot gemaakt door onder andere de Vergadering van Gelovigen met een voorover Bijbel in 1877, de eerste druk, die meer verzen uitsnijdt als de officiële Bijbel van de donkere middeleeuwen, de zogenaamde Latijnse Vulgata van Hieronymus. Die heeft meer woorden van God erin als een voorover Bijbel van 1877. Als ook het Nieuw Testament van de Hervormde Kerk in 1868 was reeds zwaar gecorrumpeerd. Dan gaan we naar het boek Prediker, hoofdstuk 12, vers 11. Prediker, hoofdstuk 12, vers 11. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen diep ingeslagen. Van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. Hier worden prikkelen en nagelen genoemd. Die zijn belangrijk om een gebouw samen te brengen en niet uit elkaar te laten vallen. En die zijn verbonden met de enige herder. Een verwijzing naar de overste herder, 1 Petrus hoofdstuk 5 en Johannes hoofdstuk 10, de Heer Jezus Christus. Dat zijn de woorden der wijzen. En God wil dat die woorden der wijzen bewaard worden, gebruikt worden, om een geestelijk huis op te bouwen. Dat is de gemeente, 1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 15. En dat is tegenwoordig volkomen ondergraven. De gemeente die de pilaar en het fundament der waarheid te zijn. Dat is het helaas niet meer in de laatste dagen. En die schrift wordt ook gecorrumpeerd helaas. Zoals je kromme spijkers hebt en dergelijke, die kunnen niet iets vasthouden. Dat is precies zoals het heden ten dagen gebeurt in vele gemeenten. We lezen in 2 Korinten, hoofdstuk 4, vers 2. We hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. Dat was heden ten dagen het geval. In de 50, 55 na Christus in 2 Korinthe, in de plaats Korinthe. Dat is heden ten dagen ook het geval, en masse, in het lichaam van Christus. Speciaal door hoogleraren in hogescholen, universiteiten, die zeggen het origineel Grieks of Hebreeuws zegt. Terwijl ze één bedoeling hebben om de autoriteit van dit boek te ondergraven. Vervolgens wordt de schrift ook vergeleken met appelen. Appelen hebben bepaalde vitamine en mineralen die u nodig heeft om een immuunsysteem op te bouwen. En we lezen in
Spreuken hoofdstuk 25, vers 11. Een rede op zijn pas gesproken is als gouden appelen in zilveren gebeelde schalen. Dat is de rede die God spreekt als een gouden appel. En een appel, zeg maar dan in het Engels ook alweer, een apple a day keep the doctor away. Een appel per dag houdt de dokter weg. En dat is, daar is veel waarheid in. Een tiende symbool van de schrift is melk. Iedere baby die net is geboren, heeft melk nodig. Daarom heeft de Heer ook moedermelk verzorgd. Nu, dat is ook hetgeen wat een jonge christen nodig heeft. In 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 2. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Een kind heeft onvervalste melk nodig. We hebben net in 2 Korinthe 4, vers 2 gezien dat daar heel veel woorden vervalst worden. Hier is er een onvervalste melk. In de Statenbijbeltekst, geboren in de tijd van de 80-jarige oorlog, in de tijd van de vervolging, toen meer dan 50.000 Nederlanders zijn afgeslacht door de kerk van Rome, in naam van God natuurlijk, gebruikende de Jezuïeten en de Spaanse Inquisitie. Melk is bijzonder noodzakelijk. En ik wil daar nog even de aandacht op vestigen aan het einde van vers 2, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Daardoor wast u op, groeit u. Niet om zo ter zaligheid te komen, zoals de nieuwe Bijbels, als de NBG of de NBG verkeerd aangeven. Je groeit nadat je opnieuw tot geloof gekomen bent aan Jezus Christus door de schrift. Je komt niet ter zaligheid door het lezen van de Bijbel, zoals de nieuwe wereldvertaling van de Jehovengetuigen bijvoorbeeld ook zegt. De vraag is, bent u zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk? Of bent u begeerig naar de nieuwe Bijbels? Waar 2000 woorden uitgenomen zijn, alleen al in het Nieuwe Testament. Dat is de vraag. En 5000 veranderingen aangebracht zijn, alleen in het Nieuwe Testament. Vervolgens wordt de schrift als symbool vergeleken met brood. Ieder mens heeft brood nodig. Een Nederlander eet normaal 2 keer per dag brood. Dat is niet bruin brood, is gezond. En er zitten veel voedingsstoffen in. En daar wordt ook de Bijbel mee vergeleken door Jezus Christus in de verzoeking in de woestijn in Matthäus hoofdstuk 4, vers 4. De schrift zegt daar, de Heer Jezus zegt daar, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Niet alleen het fysieke brood, maar elk woord dat door Gods mond uitgaat, wat we heden de dagen hebben in de Statenbijbeltekst, hè, zoals Bogeman reeds zei, de voorzitter van het Statenbijbelcomité. Eindelijk hebben we in Nederland een boek waardoor God direct tot ons kan spreken. En dat is het allerbelangrijkste, dat u voeding krijgt voor uw ziel. Als het nog mogelijk is, koop een Statenbijbel bij de GBS en leer dan. Dat is het allerbelangrijkste boek hier op aarde in het Nederlands. Vervolgens wordt de Bijbel ook vergeleken met honing. Veel mensen, ook kinderen, die hebben graag honing, dus vrij zoet. Psalm 19, vers 10 zegt, de vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Spreekt hier over het woord van God. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honing en honigzeem. Nou, honig is fijn. Je moet niet te veel daarvan hebben. Maar honing is bijzonder gezond. Beter dan suiker. We hebben een suikerziekte in Nederland. Van die witte suikers. Maar honing is in het algemeen vrij gezond. Tenminste als het heden ten dagen ook door. Moet je weer mee oppassen waar die bijen hun honing vandaan halen. Psalm 119. Vers 103 geeft nog een verwijzing naar de Bijbel als honing voor de ziel. Psalm 119, vers 103 zegt het volgende. Hoe zoet zijn uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond. Zo moet het woord van God belangrijk zijn voor u. Zo zoet moet het zijn voor uw ziel. En daarom is de stille tijd dagelijks zo bijzonder belangrijk. U stilstaat en hoort wat God tot u persoonlijk te zeggen heeft. Zoals u 's ochtends een kwartiertje neemt om te ontbijten. U heeft uw lichaam heeft voeding nodig.
zo moet uw ziel ook gevoed worden. Daarnaast is het allerbelangrijkste misschien wel het water voor een menselijk lichaam. Ik geloof dat meer dan 70-80% van het menselijk lichaam bestaat uit water. In Efeze hoofdstuk 5 vers 26 wordt het woord van God ook met het water vergeleken. Over de 19e eeuw komt het idee op dat je je handen maar eens moet wassen. En zo zijn heel wat ziektes, of vooral kinder- babyziektes, de kop ingedrukt door het wassen van de handen met water. Wat ook al Israël diende te doen in de woestijn. Efeze hoofdstuk 5 vers 26. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. God, Jezus Christus, heiligt zijn bruid met het waterbad door het woord. Maar als dat woord, als het nou, je misschien moet je eens voorstellen, u heeft een dag gesport, of u heeft een dag gewandeld, u heeft een dag gewerkt, u bent bezweet, u bent besmoetst, en vervolgens gaat u onder een douche staan met bruin water. Water wat niet helder is, wat u ook niet kunt drinken. Dat is niet aangenaam. En dat is nou precies wat de Nederlandse bevolking ontvangen heeft in de Nieuwe Bijbels, een verkeerd water, een versmoetst water. Dat is niet iets wat iemand graag heeft om in een bad te zitten. U gaat ook niet graag in een bad zitten waar iemand al een keer ingezeten heeft. Een beetje schuim erop, maar het is verder een beetje smoezelig, een beetje donker en een beetje zwart. Dat is niet fijn en aangenaam. Dat is nou precies wat veel mensen ervaren elke zondag. Ze komen naar een kerk en ze krijgen een waterbad met vergiftigd water. En afgezien daarvan, u dient het woord van God te lezen. Het reine woord van God reinigt u dagelijks. Dan uiteindelijk is het ook nog vast voedsel, deze Bijbel. Hebreeën hoofdstuk 5 vers 12, 13 en 14. Hebreeën hoofdstuk 5 vers 12. Lezen we, want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren van de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar de volmaakten is de vaste spijze die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Nou, een klein baby geef je geen vaste spijs. Je geeft hem een stuk steak of een stuk vlees. Daar moet je een paar jaar mee wachten. Dat is een geestelijke opzicht precies hetzelfde zo. De zaak over bedeling en hoe je gered wordt in de 1000 jaar rijk. En de offers die opnieuw ingesteld worden. En de 18 types van de antichrist zijn niet dingen die je een jong kind in Christus gaat onderwijzen. Die heeft dingen nodig als gebed, zekerheid van eeuwig leven, een goede Bijbel. Hoe kan je getuigen? De opname, dat zijn belangrijke dingen die een jong kind in Christus van nodig heeft. Met andere woorden, de Bijbel is een overlevingspakket. En dat is de Statenbijbeltekst. En die heeft u nodig. Dat is alles wat u nodig heeft. Een tweede, kan ik u nog aanbevelen, is een concordantie. Je hebt tegenwoordig die elektronische concordanties. Ik geloof bij de GBS kunnen ze ook op hun internet hebben. Die hebben ze ook op onze site sv1637.org. En ideaal een Trommiusconcordantie uit 1750. We hebben hem hergedrukt. U kunt hem op amazon.com bestellen. En het bijzondere van die Trommiusconcordantie is niet alleen dat elk Nederlands woord een georigineerd Grieks en Hebreeuws woord achter heeft, maar achterin is er een woordregister waarin alle woorden die in de grondtekst staan in het Grieks en Hebreeuws opgetekend zijn en hoe ze zijn vertaald in het Nederlands. Met andere woorden, daarmee kunt u elk Grieks en Hebreeuws lexicon, van het Grieks en Hebreeuws naar het Nederlands, corrigeren. Met de tekst, zoals God die heeft gegeven, waarin hij zijn adem op heeft gelegd van de Statenbijbel. En de reden is dat heel veel woordenboeken in de laatste dagen gemaakt zijn door ongelovigen, als ook ketters. Nu, de Bijbel die is voldoende voor u. En God heeft de Bijbel gegeven voor een aantal redenen. Ten eerste om zichzelf te openbaren. En om zijn bedoeling met deze wereld en met volken van het Oude Testament te openbaren. En het Nieuwe Testament laten zien hoe hij met individuele mensen, zielen handelt. Ten eerste is de Bijbel in staat om de ziel van een mens te redden. Kom naar Jacobus hoofdstuk 1,
vers 21. Jacobus hoofdstuk 1, vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dit boek kan uw ziel zalig maken. Daarom is het zo belangrijk dat we meer kopieën hebben van de Statenbijbeltekst in het Nieuwe Testament, in het Johannes Evangelie. En verdeel ze. Verdeel ze met de kerstdagen. Doe ze in de briefkasten of met de brievenbussen bij uw collega's. Geef ze als kerstpakket mee. Laat het woord van God zijn loop hebben. Dat komt nooit leeg terug. Ten tweede, dit woord kan ook iemand tot nieuwe geboorte brengen. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 23. Zegt, gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Een ziel wordt opnieuw geboren door het woord van de levende God. Dus laat de mensen het woord zelf lezen. Ook als ze moslims zijn, geef ze een Injil, een evangelie, het Johannes evangelie speciaal. Laat ze het zelf maar lezen, laat ze maar zelf met God de strijd aangaan. Ik zeg altijd, moet niet boos op mij worden, ik heb dit boek niet geschreven. Het is een boek wat God heeft geschreven door Nederlanders, waar hij zijn geest op gelegd, waar nooit een fout in is bewezen. En in de rechtbank geldt nog altijd het idee dat u er een fout bewezen is, is de persoon die aangeklaagd wordt onschuldig. Er is nooit een fout in de Statenbijbel bewezen en daarom is het nogal wat een boek wat onschuldig, heilig en rein is. Ten derde, dit boek kan u helpen te groeien als christen. We hebben dat reeds genoemd in 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 2. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Dit boek zorgt dat u gaat groeien. Veel christenen heden de dagen zijn nog altijd baby's. Na tientallen jaren christen zijn ze baby's, nooit iemand tot de Heer hebben geleid, nooit een getuigenis hebben gegeven, niet hun familie goed kunnen leiden, want ze hebben nooit het woord van God gehad, waardoor ze mogen opwassen in de genade en kennis van Jezus Christus. Ten vierde kan het een gelovige in zijn heilig, allerheiligst geloof ook opbouwen. We lezen Handelingen hoofdstuk 20, vers 32, het volgende. En nu, broeders, ik beveel u Gods goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Het woord van God, het woord zijner genade, is machtig u op te bouwen. Heeft het woord van God nodig? Neem de tijd om het uit uw hoofd te leren, om het te studeren. We noemen dat al door de zwaardhand, een zwaard. De Bijbel is het zwaard van de geest is. Dat hou je vast met vijf vingers. Die staan voor het horen van het woord van God, het lezen van het woord van God. Minimaal één keer per jaar door de Bijbel schaadt u werkelijk niet. Het studeren van het woord van God, één avond in de week Bijbelstudie, is bijzonder gezond. Het memoriseren van het woord van God, het uit uw hoofd leren. Een paar Bijbelversen per week uit uw hoofd leren, dat is veel beter dan de nieuwe Facebook-account of Twitter-account of het laatste televisieprogramma of de sportwedstrijd, de uitslagen uit uw hoofd leren. En uiteindelijk de duim staat voor het mediteren en toepassen van het woord van God aan de hand van wat u gehoord, gelezen, gestudeerd en uit uw hoofd heeft geleerd. Zo krijgt u een goede grip op dit boek. Dan kan het een gelovige ook opbouwen. In Psalm 119 lezen we in vers 28 het volgende. Psalm 119, vers 28. Mijn ziel druipt weg van treurigheid, richt mij op naar uw woord. Van mensen, we zijn nu in de maand december, kort voor de kerstdagen, die zijn ontmoedigd, die weten het niet meer, er zijn geen familie, ze hebben een kapot huwelijk, kapotte kinderen, kapotte ouders en dergelijke. En ze zijn ontmoedigd, denken zelfs aan zelfmoord. Het woord van God richt u op, geeft u moraal, kracht, moed, geloof en een wezenlijke, echte hoop. Namelijk dat Jezus spoedig terugkomt om ons op te nemen en bij hem in het vaderhuis te brengen. Tenminste, als u opnieuw geboren bent door het geloof in het bloed van Jezus Christus. Ten zesde kan het ook een gelovige reinigen. Ieder heeft voor nodig dat u af en toe een goede douche of een bad neemt. U bent vies geworden gedurende de loop der dag. Dat is ook zo, niet alleen in fysiek, maar ook in geestelijk opzicht. In Johannes hoofdstuk 15, vers 3 lezen we, gelieden, zijt u rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat woord maakt u rein. Mannen, maak uw vrouw rein met het woord van God. Lees het dagelijks.
Lees het woord van God dagelijks aan uw kinderen. Dat houdt ze rein, dat houdt ze weg van zonde. Maar zonde houdt u weg van dit boek en maakt u onrein. Inclusief alle moderne Bijbels. En uiteindelijk lezen we in Johannes hoofdstuk 17, twee hoofdstukken verder, dat Jezus Christus zegt in het hoge priestelijk gebed: heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid, absolute uitspraak. Hij is de weg, de waarheid in het leven als persoon. En hij zegt als God geopenbaard in het vlees op aarde: uw woord is de waarheid. Dit boek is de waarheid. Nooit één fout in bewezen te zijn. God heeft zijn adem, zijn goedkeuring erop gelegd. Dat kan je zien door de vruchten in de laatste 300 plus jaar. Tenminste tot 1939, toen het boek de plaats verloor en werd ingegaan met een nieuwe vertaling van een niet-kerkelijk instituut, maar een instituut wat op geld gebaseerd is en winst moet maken, het NBG. Nu, de Bijbel kan iedere man, vrouw, jongen of meisje op deze aarde vertellen hoe voor eeuwig te leven. De woorden die ik spreek, die zijn geest en zijn leven, zegt Jezus Christus in Johannes hoofdstuk 6, vers 63. En die zijn dan verbonden met een persoonlijk getuigenis, ik geloof, van Petrus. Johannes hoofdstuk 6, vers 68. Simon Petrus zegt: Heer, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Dit is het boek met de woorden van het eeuwige leven. Uw ziel leeft voor eeuwig. U bent gemaakt om eeuwig te leven. Waar u die eeuwigheid doorbrengt, is afhankelijk wat u met dit boek doet. Of u dit gelooft of niet gelooft. Dat is tussen u en de Heer. Het laat u ook zien hoe u een bestaan op aarde kunt opbouwen. We lezen in Romeinen hoofdstuk 12, vers 11, het volgende. Zijt niet traag in het bernaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heer. Dat is hoe u uw werk dient te doen. Hoe dient u om te gaan met uw inkomen? Als u geld verdient, zegt u, ja, dat heb ik verdiend. Ja, maar wie heeft u de gezondheid en de tijd gegeven en de gave gegeven om dat geld zo te verdienen? We lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 9, vers 6 en vers 7. Dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait zal ook in zegeningen maaien. En iegelijk, doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Dit boek toont u aan hoe u dient om te gaan met uw gezondheid, uw familie, uw sociale, economische, religieuze en opvoedingsproblemen. In Spreuken hoofdstuk 3, vers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Het laat u zien hoe u dient om te gaan als u niet goed behandeld wordt. We zijn nu in Romeinen hoofdstuk 12. Gaan we naar Romeinen hoofdstuk 12. Lezen een paar versen uit vers 10 tot en met 21. Heb elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijft u met de blijden en ween met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien iemand van een vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Dat zijn hele praktische voorbeelden hoe u om dient te gaan met problemen in uw leven. Het laat u ook zien hoe u kunt omgaan met verdriet, met honger, met vervolging, met ziekte, met armoede. En wat u dient te doen naast het voeden van uw eigen buik en het opvoeden van een gezin. Dat zijn zaken die de schrift u duidelijk aangeeft. En het is geen boek op deze aarde wat het zo duidelijk aangeeft als wat de Heilige Schrift dat ingeeft. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4. Verblijft u in de Heer te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijft u. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gezinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen hebt en gehoord hebt, in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. Doet het. Pas toe wat de Heer u toont in de Heilige Schrift. Dat u zorgen op de Heer te werpen en dat u zich in hem te verblijden. Niet afhankelijk van de relaties, de contacten, de sociale toestand of status. Dat zijn dingen die voor God volkomen onbelangrijk zijn. Nou, de volgende keer zullen we verder gaan met degene die de schrift geschreven heeft. En waarom goede mensen of engelen, slechte mensen of demonen, nooit dit boek kunnen schrijven. En uiteindelijk, het is het enige boek wat het eigen uitverkoren volk waarschuwt en vervloekt als ze niet het woord van God houden. Er is geen boek zo hard in het Oude Testament tegen het uitverkoren volk, toenertijd het Joodse volk, en heden ten dagen tegen de christenen, als dit boek. En dat zijn een paar voorbeelden die we zullen bespreken over het auteurschap van de Heilige Schrift. Ik spreek hier niet over een moderne Bijbel, maar over het boek der boeken in het Nederlands, de Statenbijbel 1637. Oké, ik hoop dat er voldoende voor u was, dat u wat voeding heeft gekregen voor uw ziel en meer nog de waarde inschat van het boek wat u voor u heeft. Een boek, de bloed van veel martelaren gekocht, een wonder van God in het Nederlands, de Statenbijbel. Dank u wel.